Hallo, wij zijn van Dus Ik Ben Junior. Ik ben Benno. Ik ben Lotte. En ik ben Tim. En wij gaan vandaag de vraag van vandaag stellen. En die gaat over verantwoordelijkheid. Ik zou zeggen, let's go! Ja. Hallo, mogen we jou een vraag stellen? We zijn van Dus Ik Ben Junior en we hebben vandaag een denkvraag. Het gaat over verantwoordelijkheid. Zou je daar je mening over willen geven? Oké. Mijn zus is altijd heel erg rommelig, maar dan ook echt extreem. Ze laat altijd overal wel wat liggen of ze is dingen kwijt. En als mijn ouders er dan wat van zeggen, dan zegt zij altijd dat zij er niks aan kan doen, dat zij het slachtoffer is. Dat het de schuld is van mijn moeder, omdat zij vroeger ook altijd heel rommelig was en dat zij het van haar heeft geërfd. Maar dan denk ik, dan geef je dus wel de schuld aan mama. En als mama nou de schuld geeft aan haar ouders, en haar ouders ook weer de schuld geven aan hun ouders, en hun ouders ook weer de schuld geven aan hun ouders, en dan komen we echt uit bij een of andere mensenaap. Lekker makkelijk, dan heeft de mensenaap de schuld van de rommel van mijn zus. Ik vraag me af, wanneer kan je zeggen, ja, zo ben ik nu eenmaal, daar kan ik niks aan doen. En wanneer nou echt niet? Wanneer ben je nou eigenlijk echt verantwoordelijk? Rommelig zijn, dat kan je niet erven. Ik ben zelf ook heel erg rommelig. Misschien heeft ze een soort van allergie of zoiets. Iedereen is altijd aansprakelijk. Anders kan ik gaan moorden en zeggen, ja, ik ben gek. Ik moord. Je bent altijd verantwoordelijk voor de daden die je doet. Aan de andere kant heb je ook weer, en dat heb ik zelf ook, ik heb hetzelfde probleem. Ik maak rommel en ik weet niet hoe ik het niet moet doen. Maar als je geen opvoeding hebt gehad, dan kun je er minder zelf aan doen. Vindt u dat het terug te koppelen is aan je ouders? Ja, die moeten je helpen dat verantwoordelijkheidsgevoel te ontwikkelen. Als je dat later niet hebt, dan kan je ook later zelf niets alleen doen. Als je ergens juist wel verantwoordelijk voor bent, dan is het dat je bijvoorbeeld iets kapot hebt gemaakt. En dat je dan eerlijk moet zijn dat jij dat hebt gedaan en dan niet iemand anders de schuld geven. Ik denk dat je sowieso ook verantwoordelijk bent voor je omgeving. Dus niet alleen je eigen kinderen, maar alles wat je in je omgeving ziet, vind ik dat je verantwoordelijk bent. Voor bent. Eigenlijk is iedereen een beetje verantwoordelijk voor elkaar en voor zichzelf.